Goedemorgen, het is vandaag zondag 25 oktober en hoera, de normale tijd is weer gangbaar. Dat betekent een uurtje langer slapen. Althans, dat vermaledijtje uurtje, verloren uurtje van maart gewoon er weer bij slapen. Ik loop door meer een bos. Vandaag geen spannende nieuwe kilometers. Dus het blijft bij deze begroeting. Tot de volgende keer, morgen. Ik ben de woonwijk in aanbouw binnengelopen, Schapennatjesduin. Dat is dus de woonwijk waar ik eergisteren langs liep. En waarvan ik me eigenlijk helemaal niet realiseerde dat deze wijk in aanbouw was. Nou, hier zien jullie wat er gebouwd wordt. Er wordt heel veel gebouwd hier in de omgeving. Je hebt Schapennatjesduin, dus deze wijk. Je hebt Vroondaal, ook een villa-wijk. Ik had eigenlijk willen filmen hoe ik hier binnenliep, maar toen kwam er net een bestelbusje met een Pools kenteken. Toen dacht ik, ja, het is wel een beetje vreemd om nu te filmen. Geen enkele villa is hetzelfde. Ik denk niet dat ik van hieruit ook weer de normale natuur in kan. Hoewel daar misschien, daar zie ik een hek. Nog even een overall view. Dit is dus Den Haag Zuidwest, het Schapennatjesduin in aanbouw. En sommige villa's zijn al bewoond. Ja, hoera, er is een uitgang. En dus ook een ingang, maar voor mij is het een uitgang. En dan kom ik gewoon op het Schapennatjesduin uit de straat die van Kijkduin gaat naar Ockenburg. En ik ga rechtsaf en dan ga ik via Kijkduin en misschien een stukje strand terug. Het is een grauwe dag, niet zo fotogeniek. Heb je ze weer, de zondagochtend joggers. Nou, die tijd heb ik gehad. In de verte dus de nieuwbouw, of hoe zeggen dat? Ja, de nieuwbouw in aanbouw. Daar is volgens mij een woonwijk voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapten. En kan het niet laten, ga ik toch weer de puinduinen opnemen aan. Het begint hier nog vrij gemakkelijk, maar bij de bocht gaat het omhoog. Ik ben nog nooit hier naar boven gegaan. Ik ontdek iedere dag weer wat nieuws. Terwijl toen ik vanochtend wegging, zei ik nog, ik film verder niet. Want er is niks nieuws. Nou, dit is geen echte trap. Het is een glooiende helling met wat treden. Er komen mensen aan, dus ik stop even met filmen. Ja, dit is dus de easy way up. Vanaf het Schapennatjesduin, de weg, naar de hemelkoepel. Volgens mij ben ik weer op de hemelkoepel. Ik ga nu eens omgekeerd op dat beeld liggen. Op die bank, op die stenen bank. Misschien dat het effect dan beter is.
nooit geweten, deze opgang. Die wijk daar beneden, die is er al lang. En zo worden de duinen gestaag volgebouwd. Nou, voor degenen die mijn filmpjes volgen. Restaurant, bij velen geliefd, maar niet zozeer bij mij. De Haagse Beek. En ik ga nogmaals de hemelkoepel in. Ik kom bij je terug als ik op die bank lig en dan omgekeerd. Haha, ik lig nu omgekeerd en inderdaad, dat is de juiste houding. Maar omdat je op de camera niet naar links en naar rechts kan kijken en naar achteren, zoals ik nu, zie je de koepel, zie je het koepeleffect niet. Hier naar links, het is bijna hetzelfde dan als ik het zo doe, en hier naar achteren en hier naar rechts. En dan is de hemel net een koepel. Maar goed, het is niet heel anders dan het filmpje van eergisteren, dus ik stop. Het is overigens geen goed idee om andersom te gaan liggen met je hoofd naar beneden, want ik kwam bijna niet meer overeind. Het was echt even een klus. Nou, wat ik de vorige keer niet heb gedaan, ik ga even deze treetjes op. Dan ga ik naar de richel boven. Om daar nog even een rondje te filmen. Dan ga ik naar huis, vandaag een kort ommetje. Hier sta ik. Even uitzoomen. Wandelen is ook zo leuk omdat het weer verandert. Het is nu weer totaal anders. Kijk, ik lag nu met mijn hoofd naar beneden. Niet doen, je komt er bijna niet omhoog, zoals ik al zei. De ingang. Het andere duin. Ik ga vandaag dezelfde route terug. Oeh, oh, ik waai je er bijna vanaf. Dat is niet om het spannender te maken dan het is. Ik vang nu heel veel wind. Oh jee. Nou, ik ga toch mijn rondje vervolgen. Mooi hè, die herfstkleuren. Ik loop dus over de rand van de hemelkoepel. Kijk, Ekster. Het is toch beeldschoon? Nog een Ekster. Ik ga het rondje volmaken. Wat dat betreft ben ik soms net een terrier als ik ergens aan begin. Ook al vind ik het een beetje eng, dan maak ik het af. Zelden keer ik op mijn schreden terug. Nou, dat is niet zo mooi. Een parkeerplaats. Je kunt ze allemaal nog gratis parkeren. Geen probleem. Ook weer allemaal Eksters. Nou, ik ga vandaag niet omhoog. Wat ik al zei, ik ga gewoon ongeveer dezelfde route terug. Of zal ik via Kijkduin gaan? Dat is toch ook wel verleidelijk, hè? Ik ben eigenlijk nog nooit dezelfde route teruggegaan. Maar kijk eens, jongens. Wat er is gebouwd. Wat er is gebouwd. Ik zal nog even daar wat uitleg geven. Ik sta nu weer bij die trap. Hier op de voorgrond dus een nieuwbouwwijk die er al lang is. Het is alweer een oudbouwwijk. Hier was vroeger het zeehospitie waar Jochem heel lang werd verpleegd. Dit flatgebouw staat er ook al lang. Dit zijn die nieuwe, dit is de nieuwbouw, daar die hoge hier, dat, ik zal dat. Die flats stonden er ook al lang. En daar in de verte de flats van de Heliotrooplaan. En ik ga weer terug. Ik ben zojuist 3 minuten bezig geweest om het snoer van mijn koptelefoon te ontwarren uit het hengsel van mijn draagtasje, want ik moest bij iemand iets in de bus doen. Nou, trap af in plaats van trap op. Dit is de trap af
van mijn filmpje van eergisteren trap op. Je moet wel opletten, want de traptreden zijn absoluut ongelijk. Maar ja, dit is eigenlijk filmen om te filmen. Het is niet mooi en het is niet leuk. Ik bedoel, het is niet interessant. Fascinerend, de herfst. En dan straks weer het voorjaar. Het zijn prachtige beelden zo, van die trap. Vind ik zelf. Ik ga toch niet via het strand terug, dat hebben we laatst wel gezien. Ik ga binnendoor terug. Tot straks. Aha, ik had toch onderdoor kunnen lopen. Het was wel een soort graspaadje. Maar ik wist niet of er een bruggetje zou zijn en dat is er dus. Dus dat weet ik ook weer. Je kan dus onderaan kijken langs die puinduin over dat bruggetje. Ik wil hem niet verjagen. Ik wil hem filmen. Ik loop nu weer de route van eergisteren terug. Hè? Dus langs die nieuwbouw links. En toen zei ik nog, ik ga hier niet naar boven. Want toen liep ik al bijna 3 uur. Maar nu kan ik het toch even niet laten. Daar gaan we weer. 1, 2, 3. Ik kom vandaar en je hebt weer de keus rechts omhoog. Dat doe ik dan vandaag niet. Oh ja, dan kom je bij het hoge pad. Dat doe ik dus wel. Nee, dan moet ik even denken. Ik denk dat je daar gewoon weer op de straat komt. Dus toch hier omhoog. En dan neem ik de hoge route terug. Of vergis ik me nu? Als het naar rechts gaat, oh, ik vergis me. Woehoe, je kan niet naar links. Kijk, ik had zo terug gewild, dat kan niet. Ja, dan kom ik nu toch wel op het hoge pad. Het is natuurlijk allemaal heel erg. Ja, hier ben ik eergisteren op en weer naar beneden gegaan. En even voor Kees Bruin. Al die hekken, dat is omdat het, ja, het is midden in de bebouwde kom. Het zijn toch duinen, kwetsbaar. En onze bevolking luistert niet. Ik mag niet al. Hij mag niet algemeeniseren. Dat mag natuurlijk niet, maar het is echt ter bescherming. Vooral voor mountainbikers. En ook. Ja, ze kunnen hier nog doorheen, die jongelui. Om feestjes te organiseren. Zo is het mooie film. Ja, het is overal hek. En dan kom ik weer uit bij Marmaris. En dan ga ik door Meerenbos terug naar huis. Vanmiddag speelt Sparta. Ze staan nu op plek onderaan, op plek 18. Maar als ze winnen, kunnen ze zomaar opklimmen naar punt 10. Ja. Dus ik zou zeggen, jongens, now or never. Ik verwacht echt alles van jullie. Mijn voorspelling was 3-1. Dus ga ervoor. En die hekken worden helaas ook heel veel vernieuwd. Ik sprak laatst de boswachter. Ze zijn voortdurend bezig om de hekken te repareren. Daaronder, ik weet niet of jullie dat door het groen heen zien schemeren, dat bruin, dat is het lage pad.
En iemand is hier zijn bril verloren. Nou, het is niet zo heel opvallend. De plek waar de vinder hem heeft gehangen. Ontmoette mijn vroegere buurvrouw die hier haar hondje uitlaat. En ze is van een Indonesische origine. En ze vertelde me dat ze deze winter natuurlijk niet naar Indonesië gaat vanwege corona. Maar dat een nichtje van haar in Jakarta zich niet lekker voelde. Via een sneltest negatief was getest op corona. Vervolgens hele hoge koorts kreeg, in het ziekenhuis belandde op de IC. En daar wel positief werd bevonden en 5 dagen later aan corona is overleden. Helemaal in shock. Een ander verhaal wat ze me vertelde is dat ze op haar balkonnetje de ramen aan het zemen was. En toen ze met de trekker een beweging maakte, haar evenwicht verloor. Van dat trapje kukelde bijna over de reling naar de... Nou ja, dan was het helemaal een drama geweest, maar nu heeft ze de pols op verschillende manieren verbrijzeld. En ze woont ook alleen, een gescheiden vrouw. Dus ze zei toen we afscheid namen, blijf gezond. Jongens, ik zeur niet dat ik in een soort vrijwillige quarantaine ben of wat is het, sociale isolatie. Ik klaag niet. Ik doe mijn ommetjes, ik maak praatjes, ik probeer mensen maar op te vrolijken, voor zover het kan. Mijn broer gaat gelukkig vooruit, dus dat is ook goed nieuws. Ik was helemaal niet van plan meer om deze laatste meters door Meer en Bos nog te filmen, maar het was echt zielig hoor, die ex-buurvrouw die nu haar pols verbrijzeld heeft en binnenkort moet worden geopereerd eraan. Is ongeveer mijn leeftijd. En zij wordt 70 in december en ik in januari. En nogmaals, blijf gezond. Dat is de boodschap die ik ook jullie meegeef. Blijf gezond, tel je zegeningen. Fijne, gezegende zondag. En ik eindig weer met die fascinerende, holle boomstam.